Dit verhaal heet De Toverfluit. En het is eigenlijk met muziek van de componist die Mozart heeft. En het gaat over deze prins, daar begint het mee. Die loopt te wandelen. En dan komt er een enorme slang die hem bedreigt. Ah, die wil hem opeten. En dan trilt hij en bibbert hij. En dan valt hij flauw van de schrik. En dan komen er drie vrouwen. Deze. Hop. Even optillen. En die doden die slang. Die vrouwen horen een geluid en die verstoppen zich heel snel. Want er komt een mannetje aan. En dat is dit vogelmannetje. En die loopt te fluiten door het landschap. En die heeft vogels gevangen voor de koningin van de nacht. Dan komt de koningin van de nacht uit de lucht. Ik zie me hier op haar troon zitten. En die zegt tegen de prins. Een lelijke man, Sarastro, heeft mijn dochter gestolen. Die heeft mijn dochter geschaakt. Oh, zegt die prins, die wil ik wel redden. Ja, maar dat is een heel gevaarlijke man. Nou, zegt die koningin, dan geef ik je iets mee. Een toverfluit. Kijk. En ze zegt, en jij, vogelmannetje, jij moet ook mee. Nee, nee, zegt hij, dat durf ik niet. Nou, dan krijg je ook iets. Dat is een toverdoosje. En als ze het toverdoosje aanzet, komt er muziek. En dan zal je wel zien wat er gebeurt.